De verkeerspolitie rijdt op de A2 ter hoogte van Nieuwegein in de richting van Vianen. Je mag hier 100. De politie wordt ingehaald door een auto die we niet zo vaak zien in deze rubriek, een Daimler. De nog luxere versie van een Jaguar. Deze heeft ruim 360 pk. De Britse limousine rijdt veel harder dan de toegestane 100. Een mooi tempo. Volle bak invorderingssnelheid. De wagen rijdt niet alleen te hard, maar heeft ook zijn mistachterlampen aan, terwijl dat helemaal niet hoeft. Nu lijkt het alsof de auto continu op zijn rem staat. De snelheidsmeting komt uit op een gemiddelde van 159. Gecorrigeerd is dat 54 kilometer te hard. De bestuurder kan dus zijn roze kaartje inleveren. De bestuurder slaat af naar Vianen. Geeft veel gas om net zo snel weer af te remmen. Bij de verkeerslichten doet de bestuurder weer iets bijzonders. Hij staat op de rijstrook naar links, maar geeft de richting aan naar rechts. De bestuurder is er duidelijk niet bij met zijn hoofd. Ook kruipt de auto steeds verder naar voren, totdat zijn achterbanden voor de streep staan. Die stoppen voor de stopstreep. Verderop wordt de bestuurder gemaand te stoppen. In de auto blijken veel mensen te zitten. De mannelijke bestuurder met een vrouw naast hem en op de achterbank nog eens twee vrouwen en drie kleine kinderen. Volgens de bestuurder is er sprake van een medische noodsituatie. Een van de kinderen zou medicatie nodig hebben voor astma. Maar de politie ziet dat er helemaal niet zoveel aan de hand is. Van een noodsituatie is zeker geen sprake. De opmerking van de man valt in de categorie smoesjes. Hij kan zijn rijbewijs inleveren en een boete voor de snelheid op zijn mat verwachten.